Er is wel degelijk rekening gehouden met de kanttekeningen die governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname heeft geplaatst bij de wijziging van de wet op de staatsschuld. In het kader van de wet burgerlijke uitzonderingstoestand in relatie tot de aanpak van de COVID-19 situatie was er volgens Assis Kumar Gayadin, de fractieleider van de VHP, geen andere mogelijkheid om de regering te voorzien van financiële middelen om dit vraagstuk op te lossen. We hebben nota genomen van de kritische kanttekening van de governor. Maar nergens stond, zoals beweerd wordt, dat de governor zei dat het niet mag en niet kan. Wat er wel stond, is dat, omstandigheden, macro-economische omstandigheden, dat er daarop gelet wordt. Ik bedoel, financieel-monetair. Je tjara munteenheid kon je gevaar bijvoorbeeld. En dat is meegenomen in die wet dat er in overleg met de governor de zaken plaatsvinden. Maar daarvan is de regering bewust. Daarvan zijn de initiatiefnemers bewust. Daarvan is het parlement bewust. Dus al show sa oppositie bij Mickey van a governor Nowani en Yeshiva asa elibi in a samenleving. Dat was gewoon voor de vorm, maar dat was niet zo. In het schrijven naar de Nationale Assemblée heeft de governor volgens de VHP-fractieleider aandacht gevraagd voor belangrijke punten die in de bankwet voorkomen. Gayadin stelt verder dat de regering en het parlement wel degelijk bewust zijn van de consequenties van de wetsaanpassing. De samenleving wordt al gebonden en dan komt een regering en presenteert dat in het parlement. Wat wij hebben gezegd, presenteer een staatsschuldenplan. Dat wordt bij elke begroting ingediend, maar dit was kort dag. Het zou een paar dagen duren en we willen een goede staatsschuldenplan hebben. Dus we hebben gezegd, hier, doing binnentoemu. Dus ano inaf doen het idee, maar doen bakatumu, binnentoemu. Maar daarna is het bij elke begrotingsbehandeling, bij elke begrotingsindiening, dat je dat doet. Dat is in lijn brengen van wat je begroot en waar de schulden zijn. Want wat er meestal gebeurt, dat IBC, dat de maïtik des aan in een begroting op. Maar in is precies van de maupijen terug en soort rente opaai terug en soort van de lening. Dus het was een wild west en we hebben geleerd uit het verleden. Met de goedkeuring van de aangepaste wet op de staatsschuld, dat gebeurde vrijdag in de Nationale Assemblée, heeft de regering meer leenruimte gekregen om het COVID-19-fonds van 1,5 miljard SRD aan te vullen. Na de wijzigingen is het leningenplafond van 60% naar 104% verruimd.